hartelijk welkom bij deze bijeenkomst, de ondernemersbeurs. Dat is een mooie combinatie vandaag. Open koffie met Brabants Genoegen. Die hebben samen het idee opgepakt, want Brabants Genoegen is een reizend circus, heb ik begrepen. Per maand gaan ze op een andere locatie uitgebreid eten met ondernemers, om zo kennis met elkaar te kunnen maken aan tafel. En Open Koffie vond het een fantastisch idee om dat ook in Dribbelen te doen. Ja, als we kijken naar het netwerken. We weten allemaal dat de economie de afgelopen jaren slecht gedraaid heeft. Ja, en dat betekent dat al die mensen, al die zelfstandigen en MKB'ers, ja, toch op zoek zijn naar opdrachten. Hoe kom je aan opdrachten? Hoe vind je elkaar? Nou, daarom zijn er juist ook meer netwerken ontstaan. De afgelopen jaren zie je een aantal vormen, net als Open Koffie bijvoorbeeld. Bestaat nu denk ik landelijk 5-6 jaar. Maar zie je ook steeds meer plaatsen ontstaan. Dus ik ben heel blij met deze bijeenkomst. En ik wil de organisatoren en de deelnemers heel veel succes wensen vandaag met de bijeenkomst. En vanavond heel smakelijk eten. We staan hier op de ondernemersbeurs in de pub in Maden. Op dit moment een event, Open Koffie Dribbelen samen met Brabants Genoegen. Rolf van der Horst van Brabants Genoegen. Wat is precies jullie ondernemersbeurs? Wat we hier proberen is, we proberen alle ondernemers uit verschillende regio's, onder andere uit Maden, Breda. En er zijn nog veel meer regio's bij ons aangesloten. Die proberen elkaar te laten ontmoeten en te laten linken. En dat is natuurlijk nu ook een beurs, maar je hebt vanavond ook een diner, want dat is een van de dingen van Brabants Genoegen. Ja, we hebben een diner, dat doen we 11 keer per jaar in de regio Breda. We gaan 6 keer buiten de regio Breda, dus het Gorinchem, Dordrecht, Goes, dat soort die richting gaan we op. En dat is een bepaald systeem om als ondernemer weer nieuwe ondernemers te leren kennen? Ja, want je zit we hebben 4 gangen, we hebben een 4 gang diner en per gang wissel je van tafel. Een tafel is 8 personen, dus je ontmoet elke keer 7 andere gasten aan een tafel. En jullie event is maandelijks? Ja, we doen het maandelijks, 11 keer per jaar en 6 keer buiten de regio, dus dat is 2 keer in de maand. Deze keer is het samenwerken van netwerken met Open Koffie Dribbelen. Klopt, we hebben een samenwerking met Open Koffie Dribbelen, zodat we daar ook wat meer binding krijgen met de ondernemers uit Maden. Dankjewel. Wethouder Hans Kuipers, eerste ondernemersbeurs in onze gemeente. Ben je tevreden? Ik vind het helemaal fantastisch wat er nu gebeurt. En een opkomst die groter dan verwacht is, begrijp ik van de organisatoren. Dus, ja, de plek om elkaar te ontmoeten. Netwerken puur zang. En zeker straks met Brabants Genoegen erachteraan aan het diner. Waar je 4 keer 8 mensen ontmoet. Dus ja, lijkt me fantastisch voor alle ondernemers om hierbij aanwezig te zijn. Mooie PR voor onze gemeente. Absoluut de PR voor de gemeente. En complimenten aan de Open Koffie organisatoren. Die hebben dit toch voor elkaar gekregen samen met Brabants Genoegen. Dus perfect. Dankjewel. Graag gedaan. Steve, owner of the pub and Churchill in Maden. Happy today? Very happy. It's great to see so many businesses coming together, and it's a great opportunity for the networking side of things. It's an honour and privilege that we get to host it here, and we hope that in the future we can do something again similar. Is the dinner already ready? Dinner is ready, the pots are stewing, so it should be a nice evening all the way through. Okay, thank you very much. No problems, thank you. Katharina, een van de werkgroep van Open Koffie Dribbelen. Tevreden met dit resultaat vandaag? Ik denk dat we erg tevreden kunnen zijn. We staan hier met een grote groep ondernemers uit niet alleen gemeente Dribbelen, maar ook de omstreken. Allemaal enthousiaste mensen die met 35 stands hier heel de pub in Maden, gemeente Dribbelen, vullen. En veel bezoekers al gezien? Heel veel bezoekers. Het is heel druk vandaag en het wordt nog veel drukker vanavond ook bij diner. Dus heel enthousiast. Eén groot succes dus. Eén groot succes. Dankjewel, alsjeblieft.